Een hele goede avond, deze prachtige dinsdagavond. Welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag neem ik je mee in een interessante altcoin die we afgelopen zondag niet hebben gedaan. Maar die wij dus nu deze dinsdagavond meenemen in een altcoin review. Ben jij benieuwd welke altcoin we gaan reviewen? Blijf er vooral zitten. Duimpjes omhoog is altijd gewaardeerd. Laten we niet lang wachten. Laten wij beginnen. Zo, aangekomen bij de altcoin presale waar wij het vandaag gaan over hebben. De Bitcoin BSC. En yes, ik weet al precies wat jullie denken, maar ik ga jullie verder toelichten hoe of wat. In de vorige video, of nou ja, in de vorige soort van Bitcoin BTC 20 heette deze, werd in mijn DM heel veel gezegd. Hey, kan je die ook even bekijken? Kan je die ook opzoeken? En toen zei ik van, nou ja, weet je, er is voor mij maar één Bitcoin. En dat is Bitcoin. En dat is de boodschap die ik nu ook al wil meegeven. Er is voor mij één Bitcoin. En dat is Bitcoin. Maar er is altijd potentie om natuurlijk geld te flippen. En dat is nu makkelijker achteraf te zien. Want Bitcoin, BTC20, waar we het toen over hadden. Die is uiteindelijk dus een keer 6 gegaan naar de pre-sale. Dus, om geld te flippen is het dus gewoon wel interessant. Alright, we gaan het vandaag dus hebben over Bitcoin BSC. En het is een Bitcoin Buy Stake to Earn project. Nou, ik zal hem heel eventjes switchen op Nederlandstalig. En zoals je ziet kan je natuurlijk gewoon weer kopen met Ethereum USDT. Maar je kan hem zelfs ook nog kopen met BNB. Want hij draait op de BNB chain. Ja, wat is Bitcoin BSC? Bitcoin BSC is een groene BEP20 versie. Oh, groene, hoor mij nou. Mooie Nederlandse vertaling. Een BEP20 versie van Bitcoin gebouwd op de BNB Smart Chain. Een kans om Bitcoin voor 99 cent te kopen. Niet de Bitcoin, maar een Bitcoin. En verdien passief inkomen door te steken. Oftewel een stake-to-earn mechanisme. Het maximale voorraad is ook 21 miljoen tokens. De resterende 14.455.000 Bitcoin, oftewel BTC, BSC tokens zijn gereserveerd voor inzetbeloningen. Oftewel, deze zijn bedoeld voor de staking rewards. Dus je ziet het al, 29% van het totale token aanbod zal worden verkocht in de voorverkoop. En ja, dit laat al zien dat als jij al een paar van deze coins bezit, dat je al best een groot stukje van de taart. Alright, zoals al in het begin van de video gezegd, ik verwacht zeker niet dat dit Bitcoin zal gaan vervangen. Het is een pre-sale dat puur, net als eigenlijk de meme reviews. Hè? De meme reviews die we hadden, er was een meme coin, ook met een stekenmechanisme. Maar dit is eigenlijk gewoon een Bitcoin token met een stekenmechanisme. Dat is het. Het is gewoon Bitcoin met stekenmechanisme gebouwd op de BNB chain. Zo, dan gaan we eventjes naar de whitepaper. En wat het interessante is dat ze hem vooral gerefereerd hebben naar de Bitcoinprijs in april 2011. Kijk hier in 2011, april, hier, waren er 6.125.000 bitcoins tegen de prijs van 99 cent. En daar komt dus ook deze prachtige prijs vandaan van 1 BTC BSC is 99 cent. Dus het is gerefereerd aan de prijs uit 2011 april. Dus dat is sowieso wel een leuk extraatje. Maar why BNB Smart Chain? Er is gekozen voor een BNB Smart Chain vanwege de robust security en efficient smart contract execution. Ook kostenefficiënt gezien is BNB Smart Chain een stuk goedkoper dan de ERC20 Smart Chain op dit moment. Als we kijken bijvoorbeeld naar de gas. En dat is de reden waarom ze dus ook hebben gekozen om op de BNB Smart Chain te doen. De tokenomics, totale supply 21 miljoen, pre-sale supply 6.125.000, soft cap is 4 miljoen. En dat is volgens mij, kunnen we gelijk hier zien, tot soft cap. Dat is een market cap van 3,9 miljoen. Heel simpel eigenlijk. Lekker simpel rekensommetje. En daarna krijgen we nog een hard cap. En daarna zal die waarschijnlijk gehyped gaan worden. Marketing erachter. Gelist gaan worden. Noem het maar op. Wat je kan doen. Je kan twee dingen doen. Je kan gewoon staken.
En je kan gewoon lekker je rewards gaan krijgen en hopen dat de whales gewoon lekker de prijs blijven opdrijven. Of je kan hem flippen. Het nadeel is van flippen als jij het koopt. En je koopt hem heel snel. Of je koopt hem en na de listing verkoop je hem. Dan stop. Alleen dan zit je natuurlijk niet met de staking rewards. Maar, zoals ik nou aan het begin van de video zei. Ik heb eigenlijk altijd alleen maar gezegd, Bitcoin, er is maar één Bitcoin. En dat is voor mij nog steeds. Maar vorige keer, en wat ik ook in mijn DM kreeg, hadden we ook een aanvraag gekregen vanuit de community voor BTC20. En de aanvraag voor BTC20 zei ik van, ja, weet je, ik ben dan gewoon lekker eigenwijs van, ja, er is voor mij maar één Bitcoin, dus ik doe het niet. Alleen toen ging na de pre-sale, ging die prijs, inclusief WIC, was het naar 45 cent. Terwijl de listingprijs 2,5 was. Nou, dat is bijna keer 20. Als we de WIC niet meetellen, dan is hij alsnog gewoon gestabiliseerd. Bijna rondom, sowieso een halve dag, een dag. Op een keer 6. En na de listing. Dus, dat... al wil je snel flippen, zou dat zeker kunnen. Je ziet dat hij daarna stabiliseert en toch daarna wat afzwakt. Maar let op, dit was een token die gepusht zou moeten worden als de nieuwe Bitcoin. En dit is de Bitcoin waar je een stake-to-earn mechanisme kan doen. Dus je kan ervoor kiezen, je kan twee dingen doen. Je kan hem kopen. Je kan hem gewoon lekker laten draaien, lekker laten stake-to-earnen, want je zag wat de rewards waren. Je laat hem gewoon gaan en je kijkt er gewoon niet meer naar. Of je gaat hem flippen en je maakt dat je heel snel wegkomt. Dat zijn de enige twee opties die je zou kunnen doen. En dat is het enige wat ik eigenlijk over deze coin kwijt kan. Voor de rest staat er niet bij wie hem heeft gemaakt of wat hem heeft gemaakt. Dat zie je natuurlijk ook niet in de whitepaper van Bitcoin. Ja, hè? Oké, misschien dan Satoshi Nakamoto, maar je weet nooit wie deze heeft gemaakt. Dat is het enige minpunt van deze. Maar ja, open en transparant, ik ga hem zeker weten. Ik vind het wel zeker weten leuk en interessant om deze toch even aan te schaffen. Wat misschien ook leuk is om nog even aan te kaarten, is dat Bitcoin Magazine toevallig dit ook in hun wekelijkse cryptomarkt update heeft meegenomen. De koers van BTC BSC. Nou, als we dan eventjes naar beneden scrollen... zie je hem hier ook staan, Bitcoin BSC. Bitcoin BSC is een gloednieuw alternatief voor Bitcoin. En weet al het nodige aandacht te winnen. En dat zien we dus overal al. We zien al best wel wat artikelen geschreven worden over deze Bitcoin Stake to Earn project. Ook hier een artikel van 7 september op Crypto News. En dit is echt een koersvoorspelling op tot 2030. Dus echt vooral een lange termijn holding. En waarom een lange termijn holding? Nou, omdat dit eigenlijk puur is gebaseerd ook op de adoptie hoe Bitcoin... Hij vergelijkt gewoon echt met de adoptie van Bitcoin, hoe dat is gegaan. En als je echt naar de insteek wil gaan van oké, waar zal Bitcoin dan letterlijk over 12... waar zal Bitcoin BSC dan letterlijk over 12 jaar staan? Zullen we dan ook misschien wel bij die 30.000 zijn? Dat is even te veel moon scenario's. Maar goed, weet je, op basis van dat is wel een beetje die koersverwachting gedaan. Goed, ik ga hem dus nu ook voor een klein bedrag ga ik hem aanschaffen. Ik ga hem aanschaffen met Ethereum. Je kan hem natuurlijk ook gewoon aanschaffen met BNB of USDT. Connect Wallet, MetaMask voor mij. Voor nu wou ik er eigenlijk voor $50 aankopen. Maar omdat er al best wel wat gereserveerd is voor gas. We kunnen zo zien hoeveel de gas precies is. Ga ik maar voor $24 aankopen. Even kijken. Ja, voor $23 gas is maar $4. Dus dat is prima. Dat is prima. Bevestigen. Nou, prima. Ik koop in ieder geval 24 van deze tokens aan. En waarom maar zo'n klein bedrag voor nu? Omdat ik even de lancering wil gaan afwachten. Je kan hem natuurlijk steken, maar je hebt ook flippers. En ja, ben ik dan de gierige Hollander? Nee, je kan ook echt denken van oké, ik stop gewoon 100, €200 in, 300, 400, 500, weet ik veel wat, 1000, wat voor jou comfortabel voelt. En je koopt hem en je gaat er gewoon steken en prima. Daar kan, heb je geen omkijken meer naar. Waar ik nu een beetje naar kijk is dat ik dit wil gaan flippen. En dan ga ik kijken met hoeveel ik uiteindelijk na het flippen weer terug heb kunnen kopen. Ik ga er een beetje mee spelen en dan hou ik jullie daar vooral van op de hoogte. Mocht je deze in ieder geval willen aanschaffen, ja, dan kan dat
Hieronder in de omschrijving staan alle links naar deze website toe. Let op, er zijn ook diverse scam websites. Dus als je de link hieronder klikt, kom je gewoon zeker weten bij de goede. Ik zal ook nog even de besproken nieuwsartikelen hieronder in de omschrijving doen. Dus bij deze de laatste update over Bitcoin BSC. Ben jij al geïnteresseerd? Ik in ieder geval wel. En ik hou jullie zeker voor deze op de hoogte. Want ik ga deze ook wel op de nauwe voet volgen. Omdat ik ook heel interessant ben hoe zoiets doet. We hebben het gezien bij Bitcoin 20. BTC 20 die flipte. Is daarna gedipt. We gaan kijken wat we hieruit kunnen halen. Dankjewel weer voor het intune. Het best voor het beste. En fijne avond.